levendig stukje geschiedenis dat hier herleeft. Hallo beste kijkers, welkom bij de ruïne van Brederode. Dit is een heel oud gebied. Het is ontstaan in de 13e eeuw. En we moeten eigenlijk denken dat dat ook gelijktijdig was met de vorming van het graafschap Holland. Heel interessant dus. Maar we gaan eens kijken wat er van overgebleven is. Kom je mee? Mooie plaatjes, mooie stukken geschiedenis. Brug. Ja, dat zal wel de voorpoort geweest zijn. 13e eeuw, ja. Brug over, uitkijken dat je niet in de plomp dondert. Stukje geschiedenis dat hier herleeft. Zo, de toegangsbrug tot het mooie slot, of althans wat er van over is. De ruïne in. Eens kijken hoe ver we komen. Brede muren, hè? Daar heeft een toren gestaan. Ja, het is in de 15e eeuw vernield. Hele mooie dikke stenen. Welkom bij de familie van Brederode. Nou ja, dit hebben ze mooi gedaan. Ja, heel mooi. Rondom de haard is het die schouw. Wat helemaal uitgehakt is. Naar boven. Ja. Ja, een prachtige zaal. Ja, je weet niet wat dit is. Hè? Het is een, nu een beetje weer een woonvertrek met de haard. En het wapen van de familie van Brederode. Mooie indruk van het leven hier in de 13e eeuw. Het is echt bewoond geweest, hè, tot 1500. Ja, dit kasteel lag allemaal te midden van de veen en misschien wat moerassen. En we kijken nu richting de zee. Maar dat was toch wel een paar kilometers hier vandaan, hoor. Even om het hoekje kijken. Ja, indrukwekkend. Daar kan iemand aan de schandpaal worden gezet. Dan heb je een mooi uitzicht. Kan je in de gaten houden. Kijk eens hier. We gaan nog verder naar boven. Hier een soort kleine kamertje. Nou, dat is nog riant. Ja, dat kaarsje moet je er dan niet bij voorstellen. Maar kijk eens hier. De pot. En dat wordt mooi gedumpt in de gracht. Ja, nou ja. Ja, mooi hoor. Mooie etage. Het is oeroud. Je kan het allemaal zien. En ook hier moet weer een kachel gezeten hebben. Een open vuur, hoe je het noemen wil. He, er zit nog een schouw. In deze verdieping zien we allerlei martelwerktuigen staan. Dit is dan gewoon de bulsbuil. Maar we zien hier verderop ook nog de guillotine. Nou, uit Frankrijk, he, dat kennen we wel. Nou ja, dat zit van alles. Brandmerken. En allerlei andere kijkers hier is bij het vuur. Kan je uitzoeken wat voor merk je krijgt. De bel, ja, dan moet die niet bot zijn, anders wordt het hakken met de botte bel. Ja. Nog een etage erbij. Weer een trap. Ja, het zal wel een mooi uitzicht worden. Nu uitkijken op de eerste verdieping. We gaan naar grond. Daar het dakterras. Een uitkijktoren. Ja, je kan hier allemaal lopen. En hier hebben we de nok. Kijk, de tuinman. Zo, ja zeg. Kijk, daar in de verte zie ik nog een soort kerkje. Ja. Daar. Een soort theetuin. Kijk eens hoe mooi. Ja, het is toch wel een heel indrukwekkende ruïne. Ja, dit stond hier toch prachtig te midden van
het Hollandse landschap naar beneden aanvaarden. Hè? Ja, mooie binnenplaats, de ommuring. Ja, het is allemaal in verval geraakt. Hè? Het is een stuk af. En, maar ja, er is genoeg. Kijk eens. In het grote verblijf, ja, dit zijn allemaal zalen geweest zijn. En kamers, ja, nu zijn het nog een paar beesten die hier zo wonen. Van de achterkant. Een hele dikke toren. Heel veel steens, ja. Op de een of andere manier wist men toch wel hoe je de vijand buiten moest houden. Nou, beste volgers, dit was dus de ruïne van Brederode. Ik kan zeggen, het is zeer boeiend, zeer interessant. Kom gerust een keertje kijken en dan zou ik zeggen, tot ziens.